Het nieuwe gebouw van het Centrum voor Nascholing in Suriname is gisteren officieel geopend. Het centrum heeft onlangs haar 10-jarig bestaan herdacht. Tijdens de presentatie voor de genodigden heeft SNASU-directeur Rosanda Apai-Kurtar uitgelegd wat SNASU doet en heeft gedaan in de afgelopen 10 jaren. Dit centrum is er voor het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel van het ministerie, zegt Apai-Kurtar. Ze geeft aan dat het ministerie graag ziet dat de leerkrachten blijven leren. Maar waarom? Kennis veroudert heel erg snel. Wat u vorige week heeft gezien online, telt nu niet meer. Kent u dit? Een poppet? Ik weet niet of u het heeft gezien. Er zijn babytjes die ermee spelen. De hele tijd. Het is net als die bubble wrap. Dit helpt onze kinderen onder andere ook sneller te ontwikkelen. Mijn kleintjes zijn supersnel op een laptop of een tablet. Terwijl ik het nog moest leren. Maar van deze motorische skills en alle nieuwe dingen die ontwikkeld worden, maakt dat ze zich veel sneller ontwikkelen dan kinderen van toen. We willen ook dat onze leerkrachten een leven lang blijven leren, omdat we willen dat ze kwaliteitsvol onderwijs leveren. Niet gewoon een juf die voor de klas staat, maar nee, een juf en een meester aan wie je later nog terugdenkt wanneer je op tijd op het werk aankomt. Wanneer je netwerk levert. Maar behalve een leven lang leren, zijn er onderwijsvernieuwingen die dat leven lang leren helpen sturen. De SNASU-directeur geeft verder aan dat het instituut wil dat de leerkrachten zelf initiatieven nemen om zich te scholen. Dit zijn een aantal van onze bijscholingen. Het is een heleboel. We hebben zorgcoördinatie. We doen zaken online via Google Classroom. Schoolleidernetwerken op het LWO. Ook COVID-veilig schoonmaken voor ons schoonmaakpersoneel. Want we zijn er ook voor de niet-onderwijsgevende van ons ministerie. En op het moment zijn we bezig met ontwikkelingsgericht onderwijs. We doen trainingen fysiek, maar we doen ook steeds veel meer trainingen online. En als je eens wist wat daarbij moet komen kijken. We zijn er niet slechts om te trainen. Trainen is leuk, bijscholen is leuk, het is goed. Maar wanneer wij die deur van het klaslokaal dichttrekken, wat gebeurt er daar? Daar moet het beginnen. Daarom is er coaching. Voor de onderwijsvernieuwingen die nu zijn ingezet, is er een project van proces van 2 jaren. En zeker nog langer, waarin we de scholen begeleiden. Het SNASU-gebouw is gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB. SNASU streeft ernaar om trendsetter te worden op het gebied van nascholing.